Fijn dat je weer kijkt op deze tweede zondag van de Advent. Vandaag horen we dat de profeet Jesaja droomt over een nieuwe koning die zal komen. Die koning komt uit de familie van David, de herdersjongen die koning werd over Israël. En David was een goede koning die opkwam voor zijn volk, een rechtvaardig en trouw man. Zo zal die nieuwe koning ook zijn. Rechtvaardig en trouw. Jezus, op wiens komst wij wachten, wordt geboren in de familie van David. En eeuwen later zeiden mensen, Jezus was die koning die Jesaja bedoelde. Jezus is immers degene die mensen leidt naar Gods bedoelingen, naar een nieuwe wereld van vrede en recht. Een wereld waarin een wolf kan spelen met een lammetje. En waarin een kind zonder angst kan spelen bij het nest van een slang. Beelden van vrede die Jesaja droomde in tijden van ellende. Want het volk leefde in ballingschap in een vreemd ver land. Is het goedkoop om mensen in ellende zulke dromen van vrede voor te houden? Of helpen zulke beelden juist om het vol te houden? En te weten dat het ook echt anders kan in de wereld. Helpen zulke dromen om het niet op te geven en te werken aan een nieuwe wereld. Het is vaak ook hoe je kijkt en het leven waarneemt. Heb je oog voor het kleine dat gebeurt en dat een voorbode is van een nieuw begin? Uit een oude, omgehakte boom kan een twijgje groeien dat groot en sterk is, zegt Jesaja. Ik moest denken aan Greta Thunberg uit Zweden, die in haar eentje staakte van school voor het klimaat. Je zou zeggen, goed bedoeld, maar een hopeloze actie. Maar toch was haar staking het begin van een wereldwijde beweging van jongeren die zich niet neerleggen bij hoe wij in onze wereld omgaan met Gods schepping. We zijn op weg naar Kerstmis. God komt onze wereld binnen in een hulpeloos mensenkind dat ergens achteraf geboren wordt. Een kleine baby die goed nieuws wordt voor alle mensen van goede wil. Waar zie jij goed nieuws gebeuren? Waar komt God aan het licht in onze wereld of in jouw persoonlijk leven?